Het lijkt wel de maffia die iemand uitschakelt en daarna ook tranen met tuiten huilt in de kerk en op de begrafenis. Ben er natuurlijk niet bij geweest, maar vindt het eerwraakverhaal wel geloofwaardiger dan de versie van de familie. Vooral dat verloofde stond in de portiek samen met zijn moeder toe te kijken hoe de hulpdiensten haar probeerden te redden. BRRR,